U hoort hier niet thuis, u mag vertrekken. Of u moet vertrekken. De nazi's waren sterk antisemitisch, tegen Joden. Ze kwamen dan ook met steeds meer regels en wetten die alleen bedoeld waren voor de Joodse bevolking. Zo moesten Joden een grote J in hun persoonsbewijs laten zetten. Joodse kinderen mochten alleen nog naar Joodse scholen en Joodse ambtenaren werden ontslagen. Maar er waren nog veel meer regels, waarvan er eentje waarschijnlijk het meest bekend is geworden. De invoering van de Jodenster. Ja, de Jodenster is eigenlijk afgeleid van de Davidster. Dat is al eeuwenlang een symbool wat met Joden wordt geassocieerd. Er zijn al uit de Romeinse tijd inscripties bekend waar die Davidster gebruikt werd om aan te duiden dat het ging om Joden. Dat ging bijvoorbeeld om een Joods graf of iets dergelijks. Dus het is een symbool wat heel direct samenhangt met Jodendom. Kijk maar naar de vlag van Israël, daar staat ook de Davidster op. En die is door de Duitsers gebruikt, door de nazi's gebruikt, om Joden te markeren. Hè, om ze eigenlijk herkenbaar te maken. Uiteindelijk kun je aan de buitenkant niet zien wat iemand is of wie iemand is, dus maar goed ook. Maar de nazi's hadden er behoefte aan om de Joden heel herkenbaar in beeld te hebben. En vandaar dat zij de Jodenster, zoals die ook genoemd wordt, hebben uitgevonden. Een geel symbool, wat dus bestaat uit die Davidster, met daarop het woord Jood, of in welke taal het ook is, om aan te duiden dat het om Joden ging. En die gele kleur is ook een kleur die al langer bestaat, want ook al in de middeleeuwen werden Joden soms verplicht om zich kenbaar te maken, doordat ze een opvallend kenmerk op hun kleding naaiden. Het was meestal niet een Davidster, maar soms ook een geel rond vlak of iets dergelijks, waardoor ze herkenbaar waren. Dus het was heel duidelijk bedoeld om ze eigenlijk zo eruit te kunnen pikken. Het merendeel van de Joden heeft de ster op hun kleding genaaid. De bedoeling was dat het overal op je kleding werd genaaid die je als bovenkleding droeg. Dus dat kon een overjas zijn, dat kon een colbertjasje zijn of een trui of iets dergelijks of een jurk. Dus het merendeel heeft die ster gewoon op de kleding aangebracht. Sommigen hebben dat niet gedaan of hebben het zelfs ook later van hun kleding afgehaald. En zeker als ze onderdoken werd dat natuurlijk van de kleding afgehaald. Het merendeel van de mensen in de samenleving stond wat neutraal. Hè, dus de niet-Joden stonden neutraal tegenover tegenover die Jodenster. Er zijn ook wel voorbeelden, bijvoorbeeld in kerken, waar predikanten toen dat besluit genomen werd, waarbij de Joden de ster moesten dragen, dat was eind april 1942, waarbij er in de kerken tegen gepredikt is. En er zijn zelfs voorbeelden bekend waarbij niet-Joden zo'n ster op hun kleding naaiden om daarmee hun solidariteit tot uitdrukking te brengen. Ja, de ster was vooral bedoeld om meteen te kunnen zien of er in een publiek Joden aanwezig waren. Je moet niet vergeten dat de nazi's hadden de bedoeling om de Joden vooral, in eerste instantie althans, uit de samenleving weg te drijven. Dus dan is het wel handig als je ook in een publiek kunt zien wie er Joods zijn. Dan kun je ze er meteen uitpikken en wegsturen als je dat zou willen. Je ziet ook langzamerhand overal plekken ontstaan waar staat voor Joden verboden. In parken bijvoorbeeld, of in bioscopen of in cafés. Daar stonden bordjes voor Joden verboden. En dan was het wel makkelijk als Joden verplicht werden om een herkenbaar symbool op hun kleding te dragen. Waardoor ze ook meteen geïdentificeerd konden worden van u hoort hier niet thuis, u mag vertrekken. Of u moet vertrekken. Ja, de sterren werden gemaakt in Enschede,
bij een textielfirma De Nijverheid, een van oorsprong Joodse firma overigens, waar inmiddels een zogenoemde verwalter aan het roeren stond, want naast allerlei andere verboden was het Joden ook verboden om een bedrijf te hebben op een gegeven moment. En daar werden een soort procuratiehouders aangesteld die de bedrijfsvoering moesten doen. En De Nijverheid had dus ook een verwalter gekregen die de bedrijfsleiding op zich had genomen. En daar zijn de ongeveer 600.000 sterren die Joden verplicht op hun kleding moesten naaien, zijn daar gemaakt. En daar vandaan zijn ze ook verspreid in Nederland. En die sterren waren ook niet gratis. Joden moesten hem zelf kopen. 4 cent per stuk waren ze. En je moest ook, het was de tijd van de distributie, je moest daar ook textielbonnen voor inleveren. Dus je moest jezelf registreren, je moest jezelf markeren. Doordat je een object kocht wat je op je kleding naaide, waardoor je onmiddellijk herkenbaar was als Joods. En dan ook nog gemaakt in een bedrijf wat van oorsprong een Joodse firma was. Dat is los zeg maar, van wat er daarna allemaal gebeurde, natuurlijk de tragiek ten top. Tot op de dag van vandaag staat de Jodenster symbool voor alle anti-Joodse maatregelen die de nazi's namen tijdens de oorlog. In volgende afleveringen zullen we vaker stilstaan bij deze anti-Joodse houding van de nazi's. Maar wil je daar nu alvast meer over weten? Kijk dan eens in de beschrijving van deze video. Abonneer ook op dit kanaal om op de hoogte te blijven van de serie. En dan zie ik je graag bij een volgende aflevering.